keer mag je proberen. Drie keer. Drie keer. 10, 11, 31, 32. Goedemorgen, de tour is weer begonnen. Gisteren stonden we in Bilbao bij het stadion van Atletiek Club de Bilbao, San Mamet. We hebben direct een balletje gescoord. We gaan vandaag weer hoog houden. Wie is de hooghoudkoning van de paddock? Vorig jaar, ja. Huidig winnaar Frank Bounamour. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 keer. 22 keer hoog houden. Dat gaat verbeterd worden vandaag. Dat hoop ik. 22 is te doen. Kijk. Glad veld dit keer. Dat veld gaat het niet liggen. Ja, en we zijn blij dat er geen water in de buurt is. We zijn blij dat er geen water is. Dat is voor de sommigen onder ons amateur makkelijker. Hoe ging het ook alweer? 4, 5, 6, 7, 8, 9! Hier al tikken, ja? Ja, stuur de factuur maar op. Maar we hebben een tikje gestuurd, dus we hebben een nieuwe bal kunnen aanschaffen. En nu gaan we kijken wie de beste voetballer is. Hey. Yo. Kun je hoog houden, Jonas? Ik heb proberen straks. Ja, is goed. Jasper, straks even, hè? Mathieu, ga jij ook voor die fans? Ja, dan heb ik juist mijn koersschoenen aan. Mathieu zegt hij heeft zijn koersschoenen aan. Dat was vorig jaar geen probleem. Hij had nieuwe aan. Misschien was dat het probleem. Ja, hij heeft nog tijd zat om ze uit te trekken, toch? Mike, kun je hoog houden? Ik had eigenlijk wel moeten oefenen, want dit is natuurlijk een terugkerend fenomeen. Eigenlijk had je dit aangezien komen. Ik hou deze even vast voor je. 1, ja, 2, 3, 4. 3. 4, 5. Ah, 5. You can do, Louis. The shoes is not easy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. You're already on top now. Hij gaat gewoon nog een keer proberen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Grande, grande, grande. Moet je kijken? Ja, ik wil dat je komt kijken. Ja, we doen eerst de point of contact. Ja, waar is het dit? Deze. Dit is het raakmoment, Björn. En daarna gaat hij door. En ik laat hem nu even in snelheid zien. Ja, langzaam, twijfel, langzaam. Ik twijfel, maar veel. Ik twijfel, heel misschien rood. Ik vind het rood. Hey, dat is de laatste kunstje, maar hij blijft wel populair, hè? Hij blijft wel populair, die man. Pieter. Ciao. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Victor, kan jij een beetje hoog houden? Nee, niet één keer. Niet één keer? Dan gaat hij. Dus maakt niet uit. Ja. 1, 2, 3, 4. Oh. Nou, hey, dat is niet gek, hè? Vind ik interessant van mezelf. Je kan nog wel een Nederlands kampioen worden vandaag. Maar ik had niet heel goed gedaan. Hoeveel had hij? Ja, dat had hij 7, 8. Ja, 7 volgens mij. We doen het 2 of 3 keer, mag je wel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 is best een goede eerste keur. Dat is niet gek. Laatste poging. 1, 2, 3, 4, 5. Dat was bijna het einde van Pascal Eco's Tour de France. Ja, wel meer dan Victor. Ja, precies. De winnaar van de bus. Kun je even een prijs maken in de bus nu? Hij heeft wel gewoon de schoenen aan. Ja, dat is wel gunstig. Ja, je mag drie keer proberen, Kees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oeh, daar gaat de fiets van Kevin. Daar gaat er iets bij het hekje. 2, 3, 4, 5. Nee, dat is niet voor vandaag. Good, how are you? Fine, fine. Can you also do... Yeah, we try, no? Maybe on this side. 3, 4, 5. You never play football. 1, 2, 3. We count 5. 5 is oké. Okay. Yeah. But he did better, but yeah. Still young one, hè? Ik heb in het verleden nog de Hives fanclub van Michael Rasmussen gehad. Ik voel me wel een beetje bedonderd door hem. Maar goed, we zien dat hij het goed kan maken vandaag. Could we disturb you for a quick second? Do you think you can do? No, I can't. You can't? No. You're not a big football player? Yeah, completely mongrel. You gotta get Van der Poel or Venable to do that. Yeah? Stuff. Yeah. Okay. I'm sure they're better. Okay, we'll try that. Ik zal de tweede teleurstelling in mijn leven van die gast. Okay. I heard you're good at football. Athletic. What do you need? Kick-ups. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22.
Are you good? No, I'm shit. Tell you. He's number one with 22. Private team, he's good. Nou, dat is toch een hoge binnenkomen. Kun je hoog houden? Goh, dat weet ik niet. Niet lang, denk ik. Dan mag ik zo slacht al. Ja, mag alles doen wat je wil. Drie keer mag je proberen. Ja, niet drie keer, hè? Ik bedoel drie keer proberen, hè? Mag hem ook opgooien? Twee. Oh. Laat maar. Ah, nog een keer. Nog één keer dan, maar ja, goed. 1, 2, 3, 4. Ja, we noteren 5, Dylan. Goeie poging. Drie keer is goed. Kan jij een beetje hoog houden? Oké. Mag hem opgooien, hoor. Oh. We gaan gelijk voor de trucken. Ja, mag. 1, 2. Dat is 1. Ja, je moet even in het gevoel komen. 1, 2, 3. Mag. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ik tel 12. Hij komt heel hoog binnen, hoor. Applaus. Simon, are you good at football? No? But will you try it? Then I promise you the vegan fungi pizza. Is Champs-Élysées. Kijk nou uit wat je belooft, jongen. What's the record? 22. 2, 3, 4. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9. Good effort. Good luck. I see you in Champs-Élysées. Thanks. Is dat? Ja? Je mag drie keer proberen. Drie keer. Eerste crash tussen Alpecin en Uno X. 1, 2, 3. Ik ga niet meer goed kunnen. Gelukkig kun je hard fietsen. Ja, dat proberen we toch. Are you good at football or soccer? No, I'm terrible at soccer. Will you try it? No. I'm gonna totally embarrass myself. Yeah? I'm a hockey player. How can you embarrass yourself? I mean, you're wearing this kit, this bike. That's why I'm not gonna try and kick the ball. Tom. Are you good at football? I'm shit at football. Shit at football? Hou me even vast dan. Ja, ik hou vast. Je hebt drie pogingen, Jasper. Oké. Okay. Je hebt wel de mooiste schoenen vandaag. 1, 2. Nee, die schoenen zijn net nieuw gemaakt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, telt. De rating is lager. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hoi! Ja, 14 is het podium. Podium, ja. Podiumplek. Als ik dat vandaag kan, is het ook goed, hè? Dan is het heel goed. Ja. Hey, succes, hè? Zijn de schoentjes te wit met je? Ja, te wit. Morgen. Oké. Okay, gaan we een uitzondering maken? Samen een uitzondering maken. Ja. Oké, we gaan naar huis. Mathieu, kom voor je. Welkom. We zijn bij de bus van Alpecin aan het wachten op de appearance van een Mathieu van der Poel die nog een kleine belofte heeft ingelost. Ik hoop niet dat hij zijn fietsschoen aan heeft gedaan. Ik hoop dat hij gewoon er klaar voor is. Mathieu die stond erop dat hij het op gewone schoenen ging doen. Maar heb jij hele hoge verwachtingen van hem dan? Ja, voor voetbal. Hè? Maar hij kan wel het beste voetballen van jullie. Alles denk ik wel, ja. Ik kan alles best. Ik wil zo'n Champions League deuntje als hij aankomt loopt. Hé jongen! Even een tasje wegleggen dat hij er helemaal klaar voor is. Drie keer mag je proberen. Drie keer. Maar we knippen er wel wat tussenuit. Nee, maar gewone schoenen had hij specifiek om gevraagd. We zijn niet de moeilijkste. 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 36, 37, 38, 39, 40, 35, 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
mijn twee pogingen in zijn. Nee, maar je bent de laatste. Ah, oké. Ah, top. Je hebt al gewonnen. Maar jullie mogen het presentje houden ter vergoeding van die bal die ik vorig jaar in het water heb gekregen. Dat kan natuurlijk maar één presentje zijn. Want het ging bedrukt zijn, toch? Ja, die was nog niet open. Daar hou ik dan ook te goed. Dat is goed. Top, bedankt hè. Laten we hopen dat het... Goed, nou dat was hem. Wil je ook zo'n mooi shirtje van Atletic Club Bilbao? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrief. Dan krijg je een mail. En daar staat precies in hoe je deze kunt winnen. Dus tot in de nieuwsbrief.